Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 4 november. Wacht op de wijsheid van God. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Spreuken 11, vers 14. Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder. Een keur van raadgevers brengt het tot bloei. Mensen vragen mij vaak, hoe kan ik zeker weten of ik wandel in Gods waarheid of wandel volgens mijn gevoelens en emoties? Ik geloof dat het antwoord te vinden is in geduld. Emoties dwingen ons om te haasten. Ze vertellen ons dat we iets moeten doen en het liefste meteen. Maar de goddelijke wijsheid vertelt ons te wachten totdat we een helder beeld hebben van wat we moeten doen en wanneer we het moeten doen. De goddelijke wijsheid vertelt ons dat we naar wijze leiding en raad moeten zoeken voordat we overhaaste besluiten nemen. We moeten in staat zijn om gas terug te nemen en onze situatie vanuit Gods perspectief te bekijken. We moeten beslissingen nemen op basis van wat we weten in plaats van wat we voelen. We moeten zijn wijsheid en de wijsheid van de aan ons toevertrouwde personen die Hij in ons leven heeft geplaatst, ontvangen. Wanneer je voor een moeilijke beslissing staat, wacht dan tot je een helder antwoord hebt gekregen voordat je iets doet waar je misschien spijt van krijgt. Emoties zijn heerlijk, maar ze mogen niet de plaats innemen van wijsheid en kennis. Zoek Gods leiding, dat Hij je mag laten zien wat je moet doen. Laten we samen bidden. Heere God, ik wil geen overhaaste besluiten nemen en geleid worden door mijn emoties. Ik streef ernaar om uw wijze leiding te zoeken bij de keuzes die ik maak. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.